Goedemorgen jongens, ik ben Bart Hoes, consultant van FZK Benelux. In deze video ga ik jullie even meenemen in hoe ik de wintersessies aanpak om het mezelf comfortabel te houden. Dit is vooral belangrijk om het vol te houden en het leuk te houden. De belangrijkste zaken zijn natuurlijk dat je zelf comfortabel bent aan de waterkant. En hoe kan je dit bereiken? In de eerste plaats al te zorgen dat je een goede kleding hebt. Een goede waterdichte broek, winddicht, jas. Zelf probeer ik altijd te werken in verschillende lagen. Dus een thermisch ondergoedje, t-shirt erbovenop, een sweater of in mijn geval een onesie. Een onesie vind ik echt een meerwaarde, omdat het één geheel is en je dus ook 's nachts niet het risico loopt dat je sweater omhoog gaat en je rug bloot komt liggen, waardoor je toch weer kou krijgt. Een tweede voorwaarde is natuurlijk het bed waar je op ligt. Een bed met een dikke matras heeft het voordeel dat ook de koude 's nachts niet door de matras naar boven kan komen. En in mijn geval heb ik dan ook een Thermatec Heated Sleeping Bag. Tevens is het natuurlijk ook belangrijk om goede laarzen te hebben en ook vooral goede sokken. Vergeet dan zeker ook niet een extra paar mee te nemen, want in die sokken worden wel eens nat in die laarzen. En dan kan je weer een vers paar aantrekken en heb je weer lekker warme voeten. Ook natuurlijk heel veel warmte gaat verloren langs je hoofd. Dus een goede muts is zeker ook belangrijk. Een goede tip van mij nog, als je een vis moest vangen en die koude handen, echt niet leuk. Zorg er ook voor dat je een droog handdoekje bij de hand hebt. Altijd wel leuk om even je handen op te warmen. Wat kan je natuurlijk ook doen om het comfortabel te houden? Dat is zorgen dat je innerlijke mens versterkt wordt. Dus een lekker bakje koffie of thee, lekker eten. En daarvoor is natuurlijk een vuurtje onontbeerlijk. Verzorg jezelf op dat gebied zeker genoeg. Je mag nu echt laten gaan. Lekker snoepen, veel suikers binnen doen. Heel belangrijk om je warm te houden natuurlijk. Deze morgen was het echt ijskoud toen ik wakker werd. En dan is het natuurlijk wel heel leuk dat je een kacheltje in de tent hebt. Altijd voorzichtig hiermee zijn wel. Ik gebruik het alleen 's avonds of in een dag om eventjes terug op te warmen. 's Avonds, net voor ik slapen ga, kacheltje aan, handjes opwarmen en de tent een beetje verwarmen. Maar 's nachts doe ik dit altijd uit. Moest je toch de tent dicht doen in de loop van de dag en met het kacheltje aan, zorg er dan zeker voor dat de tent altijd een beetje blijft openstaan, zodanig dat er verse lucht binnen kan. Altijd wel heerlijk om dat kacheltje in je tent te hebben natuurlijk. Als je 's nachts aan de waterkant blijft, is het natuurlijk ook belangrijk om daar warm te blijven. Een goede bedshare is daarbij onontbeerlijk. Je brengt er al meer uurtjes op door dan in de zomer. Dus ik heb de Benchmark LevelTech. Een bedshare met een dikke matras van 5 cm, waar je heel comfortabel op ligt. De Heating Sleeping Bag van Avid is daarbij ook zeker een meerwaarde. Het is een slaapzak met 3 verwarmingselementen in, die je gewoon kan aansluiten op een powerbank. Ik vind het zalig om die 's avonds op te zetten, voor ik eigenlijk in de slaapzak kruip, zodat die al lekker warm is. En eens ik daarin lig, dan zet ik die meestal af en dan kan ik lekker comfortabel slapen. Ook altijd handig als je 's nachts een vis vangt, is die weer eventjes terug opzetten, zodat je weer lekker in een warme slaapzak kan kruipen. Als extraatje, als het echt heel koud is, gebruik ik nog de Ripstop Camo Cover. Dit is een cover die ook waterdicht is. Dus die kan je misschien eventjes ook gebruiken om gewoon te slapen zonder tentje. Een kort nachtje is daar perfect voor te doen. Ik hoop dat jullie met deze tips jullie zelf comfortabel kunnen houden aan de waterkant. Moest het zijn dat jullie hier vragen over hebben, kan je mij eventueel altijd contacteren. Of kijk een keer op de website avidcarp.com voor meer informatie over onze producten. En vergeet je zeker niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Bedankt!